raadslid Wilma de Mooi van We Do heeft aan burgemeester Victor Molkenboer en wethouder Atte Recht van de gemeente Woerden een zwartboek houtstook aangeboden. Het zwartboek bevat een groot deel van de reacties die op een meldpunt houtstook binnenkwamen. Dat meldpunt was in het leven geroepen door We Do. Kort samengevat komt het er gewoon om neer dat mensen vooral heel veel last hebben van de rook die de huizen binnenkomt. Hè, waardoor ze dus ook hun luikjes dicht doen, hun ventilatiekeren dicht doen of de ventilatie dicht doen. En zich eigenlijk een beetje opgesloten voelen in huis. Ze hebben ook erg veel last overdag als ze door de rook heen moeten lopen of er doorheen moeten fietsen. Dat is eigenlijk wel de grootste klacht die mensen hebben. Ze worden er gewoon echt ziek van. Ja. U heeft daar in de gemeenteraad al eerder aandacht voor gevraagd. Hoe moet dit probleem worden opgelost? Nou, het probleem is eigenlijk heel eenvoudig op te lossen op dit moment. Want er wordt van alles gedaan vanuit de Rijksoverheid. Hè. Die proberen dus via allerlei hogere regelingen proberen ze dit te reguleren. Dat is heel erg moeilijk en ingewikkeld. Houdt heel vaak heel moeilijk stand voor de rechter. Terwijl wat wij eigenlijk voorstellen is gewoon een kleine simpele wijziging in de algemene plaatselijke verordening. Waarbij we tegemoetkomen aan het idee van win-win. Hè. Dus je moet er samen uitkomen. Een beetje geven en een beetje nemen. En het idee is dat je wel kunt stoken, dat je mag stoken, maar dat je dat beperkt tot de avonduren. En dat je daarbij ook niet stookt als het stookwijzer code rood geldt. En dan heb je het over mistig weer of windstil weer. Dat is heel eenvoudig te handhaven en dat kan de gemeente in principe nu gewoon invoeren. En ja, de gemeente stelt zich dan op het standpunt dat dat niet kan. Maar wij hebben dat natuurlijk wel uitgezocht bij mensen die ter zake kundig zijn en daar heel lang mee bezig zijn. En dat kan gewoon wel. Vooral mensen met problemen aan de luchtwegen ondervinden hinder van de rook. Maar klagen bij de veroorzakers helpt vaak niet. In de praktijk is het zo dat wat je doet is je probeert... We zijn dus letterlijk, kregen we luchtwegklachten. Toen zijn we vervolgens, heb ik zeg maar voor heel veel luchtroosters heb ik... filters ervoor gezet, maar die houden de lucht weer, de verversing weer tegen, waardoor dus ook weer in huis mijn CO2 percentage concentratie oploopt. Dat kon ik zien aan de meter. Dus je gaat op allerlei manieren ga je proberen te voorkomen dat die rook in huis komt. U heeft geprobeerd daar bij degene in uw woonomgeving aandacht voor te vragen, ja. Maar dat pakte anders uit, begrijp ik, dan u verwachtte. Want hoe is dat verlopen? Ja, in eerste instantie dan denk je gewoon, nou, ik ga eens met de buren praten, dat moet toch geen probleem zijn. En in plaats dat ze zeggen van, joh, sorry, ik wist het niet dat je last had van die rook, is het meteen van, waar moet je mee? Van, ik maak toch zelf uit of ik wel of niet stook. En nou, je woont hartstikke ver weg, dus hoe kan je er nou last van hebben? Politieke partij We Do pleit voor het opnemen van regels in de Algemeen Plaatselijke Verordening, de APV. Maar burgemeester en wethouders willen dat niet zomaar doen. Eerst moeten de mogelijkheden worden onderzocht. Wat we wel absoluut willen is dat we ook zaken met elkaar afspreken in de APV die ook goed handhaafbaar zijn. En daarover verschillen we misschien van mening, maar daarover moet het debat in de raad gevoerd worden. En met handhaafbaar bedoelt u dat u op dit moment geen capaciteit heeft om daar politie of BOA's op in te zetten? Ja, dat niet alleen. Je moet ook zorgen dat de regels die je met elkaar stelt, dat die gewoon stand houden. En we hebben ook gezegd, we moeten absoluut zeker weten dat in een mogelijk gepolariseerde discussie, en dat zou het zomaar kunnen zijn, dat mensen die naar de rechter stappen, dat ze daar werkelijk handhaafbare regels van de gemeente Woerden tegenover zich vinden. De discussie die wordt de laatste tijd fors gevoerd als het gaat om de overlast van rook en de mensen die daar vanwege hun luchtwegen problemen mee hebben. Hoe denkt u dat het oplosbaar is? Nou, ik denk dat het in ieder geval oplosbaar is als iedereen een beetje rekening met elkaar houdt. Als ik af en toe geluiden hoor van mensen, dan belt er iemand aan en dan wordt gevraagd, kan het een beetje minder? Of kijk eens hoe mistig het is en al de rook blijft hangen. Dan zou het natuurlijk wel schelen als iemand zegt, oké, daar hou ik rekening mee. Want we wonen samen, hè, en we leven samen. En zeker in de wijken, zou ik toch een oproep willen doen. Mensen, hou rekening met elkaar. En besef dat er niet alleen voor het milieu vraagstukken aan de hand zijn, maar ook simpelweg voor de gezondheid van mensen bij je in de omgeving. En dat maken we soms wel zorgen over dat we wat meer met elkaar rekening mee moeten houden. En daar zouden we ook wel toe willen oproepen. Deze week praat de gemeenteraad over houtstook in Woerden. Mogelijk wordt dan besloten onderzoek naar de mogelijkheid van het instellen van regels te laten uitvoeren. Voor dat onderzoek moet de gemeenteraad geld beschikbaar stellen.